Hey yo, welkom bij Geld op Geld. Zoals je wellicht weet, in ieder geval als je mijn kanaal een beetje volgt, krijg ik binnenkort een hoop geld op mijn beschikking. En als het goed is, krijg ik echt morgen de overwaarde van mijn oude woning en kan ik weer een hoop geld in aandelen stoppen. Mijn plan is om ongeveer €25.000 in aandelen te stoppen. Ik heb nu ook ongeveer €25.000 in aandelen. Dus dan heb ik weer een portfolio van ongeveer €50.000. Dan zal ik ook nog wat geld achter de hand houden. Ik vind het gewoon fijn, zoals je misschien ook weet als je me volgt, om gewoon wat geld achter de hand te houden. Voor het geval dat bijvoorbeeld aandelen die ik volg dalen, of als de beurs daalt of een correctie krijgt, zodat ik goedkoper kan bijkopen. Dus ik hou nog wat geld achter de hand, maar ik wil eigenlijk toch redelijk snel die €25.000 investeren. Waarom wil ik dat? In welke aandelen wil ik dat doen? Waarom juist in die aandelen? Nou, laten we al dat soort dingen even doornemen. Hier is hij dan weer, mijn portfolio. Zoals je kan zien heb ik nu €26.780 in mijn portfolio. Tijdens mijn vorige portfolio update had ik ongeveer €20.000, dus ik heb best wel wat bijgekocht. Zoals je kan zien ook een min van €6.000 bijna, dus ik ben met marge aan het kopen. Normaal gesproken doe ik het echt helemaal nooit, ben ik ook echt geen voorstander van. Maar goed, ik krijg morgen echt een hoop geld gestort en dat zou dus ook geen enkel probleem moeten zijn. Enige nadeel is dat ik vandaag 2,3% in de plus sta. Echt een flinke plus. En waarom een nadeel? Ja, omdat ik veel van mijn posities dus wil bijkopen morgen. En zul je zien, ja, echt allemaal flink in de plus. En het grappige is ook, vandaag staat gewoon de S&P 500 in de min. Een min van 0,2% op dit moment ongeveer. Terwijl echt al mijn aandelen in de plus staan. Soms is dat leuk, maar op dit moment niet. Want ik wil echt flink bijkopen. Maar goed, hoort erbij. Ik heb het ook wel eens andersom gehad hoor. Dat de S&P 500 in de plus stond en ik in de min. Ja, hoort er natuurlijk allemaal gewoon bij. Ik wil ook niet al mijn posities doornemen. Ik wil eigenlijk volgende week een portfolio-update geven waarin ik dus al mijn posities doorneem. Dus wat er is veranderd, wat mijn mening is, waarom ik sommige aandelen wel heb bijgekocht, waarom sommige niet. Al dat soort dingen komt in ieder geval nog. Misschien even in het kort, Corsair en Discovery, die kwamen dus ook met kwartaalcijfers. Ik zal aan het eind van de week dus ook een filmpje maken over de kwartaalcijfers van deze week dus. Corsair's cijfers waren op zich niet echt goed. Maar goed, de verwachtingen waren ook niet zo hoog. Ze kwamen een paar weken geleden al met slecht nieuws. En dat ze de jaarverwachtingen zouden verlagen. Nou, dat hebben ze dus ook gedaan. Allemaal niet zo heel spannend. Als je kijkt naar de kwartaalcijfers, echt super slecht. Als je kijkt naar de jaarcijfers, op zich prima. Ze hebben supply chain problemen. En ik denk dat het uiteindelijk wel goed zal komen. En als ze uiteindelijk met zeg 10% of meer per jaar kunnen groeien, ja, dan is het aandeel super goedkoop nou. Gisteren ook een stijging van ongeveer 1% toen de cijfers bekend hadden gemaakt. Nu een stijging van 3,7%. Dus de cijfers zijn ook niet eens zo heel slecht ontvangen. Wat betreft Discovery, op zich ook prima cijfers. Ook redelijk zoals verwacht. Wat betreft subscribers voor Discovery Plus hadden ze vorig kwartaal 17 miljoen subscribers. Op een gegeven moment in augustus hadden ze ook bekendgemaakt dat ze er 18 miljoen hadden. Nu hadden ze er 20 miljoen. Dus een groei van ongeveer 3 miljoen subscribers in één kwartaal. Nou, hartstikke netjes. Als ze zo door kunnen groeien wat betreft subscribers zou dat echt heel mooi zijn. Maar een van de mooiste punten voor Discovery zou toch die merger zijn met Warner. Ja, als dat doorgaat, denk ik dat dit aandeel echt flink zal stijgen. Vandaag ook flink in de plus. Ook weer jammer, want ik wil Discovery flink bijkopen. De rest zal ik dus volgende week doornemen in een portfolio-update. Laten we eens even kijken wat ik dus wil kopen. Dus eigenlijk dit zo'n beetje. Ik wil Alibaba bijkopen. Ongeveer 15 stuks voor ongeveer $165. Hij staat nu op $165. Ik wil hem eigenlijk het liefst ietsjes lager hebben, zeg onder de 160. Dus er zijn twee dingen die ik kan doen. Ik kan ze of voor 160 of lager kopen. Ik weet natuurlijk niet 100% zeker of die daar gaat komen. Wat ik anders misschien ga doen is dat ik zeg de helft, dus zeg 7 of 8 aandelen nu koop. En zeg dat die onder die 160 gaat, misschien naar de 155, dat ik dan de rest bijkoop. Ik denk in ieder geval ongeveer 15 stuks, dus dan kom ik uit op €2140. Discovery wil ik ook echt heel graag flink kopen. Ik wil Discovery eigenlijk een van mijn grootste posities maken, omdat ik echt veel vertrouwen heb in Discovery. Ik denk dat ze gewoon heel laag gewaardeerd zijn. En zeker door die merger hebben ze gewoon heel veel potentie. Terwijl ik denk dat het risico vrij laag is. Ongeveer dus 150 stuks. Voor dus ongeveer die 25. Daar baal ik een beetje van, want hij is flink gestegen. Je kon hem vorige week nog voor 23 aanschaffen. Maar goed, dus ongeveer ook €3000. Meta-platforms, oftewel Facebook eigenlijk, ongeveer 10 stuks. Die wil ik eigenlijk gewoon nu aanschaffen rond die 328. Dus morgen als ik het geld heb, koop ik meteen 10 stuks van Facebook denk ik. Voor €2800. Dan hebben we nog Walgreens. Daar baal ik ook een beetje van. Vandaag 49. Als we even gaan kijken, Walgreens staat vandaag 2,8% in de plus. Voor zo'n stabiel aandeel is 2,8% best wel veel. En ik wilde dus echt wel een flink bijkopen. Ik wil Walgreens eigenlijk misschien zelfs mijn grootste positie maken. Heel stabiel aandeel. Ik denk dat het aandeel qua aandeelprijs gaat stijgen. Ze betalen ook nog eens meer dan 4% dividend. Gewoon een heel mooi dividendaandeel. Denk ik dat ook veel te laag gewaardeerd is. Dus die wil ik flink bijkopen. Dus als je kijkt naar deze vier alleen maar, is dat al €12.500. Dan heb ik hier nog €12.500 hieronder aan aandelen. En dat zijn aandelen waarvan ik ze eigenlijk wat lager wil hebben. Laten we even beginnen met Tattoo Chef. Is ook redelijk wat gestegen de laatste weken. Nu dus 18,67. Je kon hem Tattoo Chef vorige week of misschien 2 weken geleden nog voor 17. Zelfs voor 16,5 ongeveer aanschaffen op een gegeven moment. En ik wil Tattoo Chef het liefst onder die 17. Dan wil ik dus ongeveer 100 stuks aanschaffen. Dus zeg ongeveer €1500. Nokia wil ik eigenlijk wat lager hebben. Ik heb Nokia in maart van 2021 gekocht voor 3,391. Is toen echt in een half jaar tijd flink gestegen. Verkocht. En ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in Nokia voor de lange termijn. Maar ik heb hem gewoon het liefst wat lager. Nou, zeg ongeveer 13% lager. Stel hij zakt dus ongeveer 13%, wil ik hem graag aanschaffen. Hoe lager een aandeel, hoe lager het risico. Nokia is zoveel gestegen dat ik qua risk-reward gewoon natuurlijk ietsjes minder interessant is. Ik vind hem nog steeds interessant, maar ik heb hem gewoon het liefst wat lager. Hetzelfde verhaal als met Dropbox. Nou, Dropbox kunnen we even snel misschien kijken. Dropbox. Nou, had ik dus gekocht voor ongeveer 18, voor 22 op een gegeven moment. Ook een halfjaartje later verkocht rond de 30, bijna 33 op een gegeven moment. Dropbox is nu ongeveer 30. Hetzelfde verhaal. Heel veel vertrouwen nog steeds in Dropbox voor de lange termijn. Een aandeel dat heel laag gewaardeerd was vooral. Op zich nog steeds is, maar nu staat hij gewoon een heel stuk hoger, ongeveer 50% duurder. Mocht Dropbox zakken naar de ongeveer 28, nou, dan wil ik dus ongeveer 100 stuks kopen, oftewel ongeveer €2500. Vrij stabiel aandeel, groeit gewoon helemaal prima, vrij laag gewaardeerd. Hoe lager die waardering, hoe liever ik hem gewoon wil hebben. Dan komen we aan bij Voyager. Nou, Voyager is zo flink gestegen vorige week. Ik heb er nog een filmpje over gemaakt zoals je hierboven kan zien. En ik baalde er echt enorm van, want ik wilde deze week Voyager dus kopen. Ik had zelfs een order klaarstaan, een kleine order vorige week op een paar cent gewoon misgelopen. Want Voyager was in een paar dagen, echt in 2 dagen, met bijna 100% gestegen. Nou, ik wil nu dat Voyager met bijna 40% daalt. Dus zeg ongeveer rond de $10 of ongeveer €9, want ik koop hem eigenlijk in euro's. Mocht hij daar komen, ja, dan wil ik dus ongeveer €1000 aan Voyager kopen. Mocht hij dan nog gaan zakken, wil ik hem eigenlijk nog gaan uitbreiden. Voyager is echt een aandeel met heel veel potentie. Wel een vrij risicovol aandeel. Een van de weinige aandelen eigenlijk van heel deze lijst die echt zomaar keer 5. Misschien zelfs uiteindelijk keer 10 zou kunnen gaan. Misschien een Tattoo Chef, die zou ook nog wel keer 5 kunnen gaan. Op zich ook wel wat risico natuurlijk. Voyager ook. Qua risk-reward denk ik een hele mooie, maar wel veel risico. Dus ik zou niet bijvoorbeeld €3.200 of €4.000 in Voyager stoppen. Misschien €1000 en stel Voyager daalt naar bijvoorbeeld de 7 of misschien naar de 6,5 of zo. Ja, dan koop ik misschien nog voor €1000 bij. Maar ik ga hem zeker in de gaten houden. Dan komen we aan bij Verizon. Ook een vrij nieuwe toevoeging aan mijn portfolio. Hele kleine positie ook. Als we even gaan kijken naar Verizon, dan zien we dat ik in Verizon €912 heb gestopt. Mijn kleinste positie ook zelfs. Het is niet per se dat ik het een veel grotere positie wil maken. Bijna hetzelfde als AbbVie is €1300. Gewoon een kleine positie, vrij stabiel aandeel. Ik denk dat AbbVie en Verizon me ongeveer 10 tot 15% rendement de komende paar jaar zullen geven. En dat is helemaal prima als zo'n stabiel aandeel. Vrij weinig risico denk ik ook. Ja, je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren. Misschien komt er wel een correctie of komt er zelfs een crash en dan zal ik daar niet aankomen. Maar ik denk dat ze allebei vrij laag gewaardeerd zijn. Allebei een mooi dividend. Allebei vrij stabiel. Dus mocht Verizon nog een klein beetje zakken, zeg naar de 47 ongeveer. Nou, dan wil ik hem nog uitbreiden met ongeveer €1000. Dan komen we aan bij Win Resorts. Is ook best wel wat gezakt de laatste maanden. Veel negativiteit rondom China. Onder de 85 wil ik hem graag nog uitbreiden. Dan moet hij dus nog 9,1% dalen ongeveer. Dan komen we aan bij Amazon. Ik denk ook een hele mooie. Cijfers vielen me wel een beetje tegen. Maar dan nog ja, is Amazon gewoon een heel mooi bedrijf. Heel divers bedrijf. AWS is ook echt super interessant. Moet hij nog een klein beetje voor zakken. Ik wil hem graag voor 3200 hebben. Dat is echt een daling van maar ongeveer 4%. Koop ik er weer één. Hou ik hem waarschijnlijk gewoon voor de lange termijn. Want ik denk dat Amazon op de lange termijn het hartstikke goed gaat doen. En dan komen we aan bij Corsair. Corsair, ja, ik wil hem eigenlijk een stuk lager hebben. Ongeveer voor de 23. Staat nu op ongeveer 26. Waarom wil ik hem niet eerder kopen? Corsair is gewoon mijn grootste positie op dit moment. €4000 heb ik in Corsair. Ik wil hem best wel wat uitbreiden als hij zal dalen. Mocht dat niet gebeuren en Corsair gaat stijgen, net als vandaag 3,6% in de plus. Helemaal prima. Ik heb al een mooie positie in Corsair. €4000. Dus dit is ongeveer mijn plan. Die bovenste 4, €12.500 dus, wil ik zo goed als meteen investeren. Ja, een aantal heb ik het liefst wat lager. Vooral die Walgreens, want die staat vandaag flink in de plus. Maar ja, je kan het nooit perfect hebben. Die onderste €12.500 ga ik vooral even in de gaten houden. Het zou zomaar kunnen zijn dat een aantal van die flink gaan dalen. Bijvoorbeeld een Voyager, een min van 37,5%. Klinkt als heel veel, maar dat zou zomaar in een weektijd kunnen gebeuren. Ik denk dat die kans groter is dat bijvoorbeeld een Verizon met 11% daalt. Dat is gewoon een heel stabiel aandeel. Maar goed, ik ga ze gewoon even allemaal in de gaten houden. En waarom juist deze? Ja, ik heb graag vaak een mix van dividendaandelen, stabiele aandelen vooral, als ook een mix van groeiaandelen. En dan in die groeiaandelen ook nog eens een mix tussen groeiaandelen die laag gewaardeerd zijn en groeiaandelen met heel veel potentie, die misschien ook heel veel groei ingecalculeerd hebben. Denk bijvoorbeeld aan een Tesla. Nou, ik heb al aandelen van Tesla en ik ben niet van plan om Tesla nu bij te kopen, nu dat die rond die $1100 per aandeel staat. Maar het is gewoon even een voorbeeld. Zo zie ik Alibaba als echt een groeiaandeel dat zwaar is afgestraft, omdat het een Chinees aandeel is ook, maar heel veel potentie heeft. Discovery zie ik echt als een waardeaandeel nu, omdat het gewoon zo laag staat, omdat ze zo flink zijn afgestraft ook. Facebook is natuurlijk echt een groeiaandeel nu, zeker met de metaverse erbij, heel veel potentie ook. En dan wil ik ook ietsjes meer stabiliteit. Nou, dan heb ik Walgreens als dividendaandeel. En ik zal zo bij die andere aandelen ook kijken dat ik een mix ga aanschaffen. Dus niet alleen bijvoorbeeld een Tattoo Chef en een Voyager. Nou, daar moet ook wat meer waardeaandelen of misschien wat meer dividend of wat meer stabiliteit bij. En zo bouw ik uiteindelijk mijn portfolio weer op tot een hele portfolio met dividend, met waardeaandelen, met groeiaandelen, met tech-aandelen, met allerlei verschillende aandelen, zodat ze het eigenlijk zo goed als altijd goed doen. Als groeiaandelen het goed doen, ja, dan zal ik het gewoon heel goed doen. Als waardeaandelen het wat beter doen, zal ik het heel goed doen. En zo ga ik mijn portfolio de komende dagen, misschien wel weken, echt weer flink uitbreiden tot een hele mooie, diverse portfolio met heel veel aandelen waar ik in ieder geval voor de lange termijn heel veel vertrouwen in heb. Dus mocht je nog niet zijn geabonneerd, abonneer nog even hieronder om die filmpjes niet te missen. Ja, ik heb in ieder geval ook echt wel heel veel zin in. Dan hoop ik natuurlijk weer dat het een leuk en interessant filmpje was. Was dat zo? Klik nog even op die like. Dan zal ik aan het eind van de week ook nog even een filmpje maken over de kwartaalcijfers van deze week. Zal ik ook even wat dieper ingaan op Corsair, op Discovery en op andere aandelen. Volgende week dus een portfolio update zoals ik zei. En dan zou ik weer zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer en laters.